Goeiemorgen. Ons is op die vooravond van Kersfees een paar weken weg van ons. Meeste kinders in die wereld op hierdie stadium raak opgewonden oor die drome wat leidt vir een of ander kersgeskenk. Daar is een debat in die kerk, nog al die eeuwen, oor is Kersfees 25 december. Ek kom naar jou toe met een boodskap wat glad nie, datums glad nie incorporeer, datums is glad nie belangrijk. Ek kom naar jou toe met een boodskap wat ek glo uit die Vaderse hart is. Sien, Kersfees is die ontdekking van my akkurate waarde. Wie is ek? Wie is ek regtig? Hoe sien die hemel my vanochtend? In Johannes 3 vers 16 sê die Bijbel, Jesus praat, hy sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sou gaan nie, maar die ewige lewe kon beerwe. So lief het God die wereld, dat hy sy seun gee. Daar is een uitruil aksie hier. Ek gee toch nie een minderwaardige ding in plek van iets wat waardevols is, of een waardevolle ding in plek van iets wat minderwaardig is. Hier is die ontdekking van my akkurate waarde. Kom, ek vat hier na een ander skrif. Matteus 13. Matteus 13 is die samenvatting van een hele klomp gelykenisse. Jesus probeer hemelse waarhede aan die volk oordra deur middel van gelykenisse. Nou, die Jode het redenasies gehad, hulle het in cirkels gesit en dan praat hulle en dan vra hulle vra, en gelykenisse was een van die methodes wat hulle gebruik het om die waarheid, die kernwaarheid van een story oor te dra. So Jesus gebruik het klomp gelykenisse in Matteus 13. Ek wil net vers 45 en 46 vir jou lees. Hoor mooi. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat mooi parels soek. En toe hy een baie kostbare parel kry, gaan hy weg, die vorige vers sê, met 'n glimlach, met vreugde in sy hart, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, sodat hy hierdie parel van groot prys, hierdie kostbare parel, kan bekom. Wat is hierdie story? Waaroor gaan hierdie gelykenis? In die vorige gelykenis praat hy van een man wat een groot skat in een veld vind. En hy gaan en hy vat die skat en hy gaan begrawe dit op een ander plek en dan gaan verkoop hy alles wat hy het om hierdie veld te bekom, sodat die skat wat in hierdie veld is syne is. Ek glo dat hierdie is die story en oor die eeuwe is daar een erkenning dat hierdie die stories is van Jesus Christus wat een skat van ontelbare waar, een parel, een kostbare parel bekom. En hierdie kostbare parel is jy en ek. En Jesus gaan en hy verkoop alles wat hy het, hy verkoop sy plek in die hemel, hy gee sy posisie aan die sy van die Vader op, om een gewone mens te kan word, om my te bekom. Dit is my waarde, dit is my akkurate waarde. In Jesaja 7 vers 14 lees ons een ongelooflike gedeelte. Hier is een jong meisie, sy word swanger by een jong ou, en hulle noem haar een maagd, omdat sy onder een sekere ouderdom is. Sy word swanger, en dan skenk sy geboorte aan een kind, en hierdie is een profetiese story, en hierdie kind sy naam is Emmanuel. Wanneer hulle die vader vraag, wat gaan sy naam wees? Hy sê Emmanuel. Nou, Emmanuel beteken God onder ons. Dit is die droom van Genesis 2 af, waarin God Adam en Eva skep, sodat hulle in intimiteit met mekaar kan wees, God onder ons. En Emmanuel is die profetiese erkenning dat daar 'n dag gaan kom waar daar iemand gebore gaan wees wat die hemel aarde toe gaan bring. Dis 'n asemrowende verlossing. Daar's 'n story van 'n man wat hy is bezig om die natuur te betrag en die natuur te geniet en hy stap na afgrond, na die rand van die afgrond en skielik merk hy een hele kolonie mieren wat op pad is. Hulle marcheer op pad na die rand van hierdie afgrond en hulle gaan hulle self moorddood verwoes as hulle oor hierdie afgrond stort. En hy hardloop hulle tegemoet en nou hardloop hy langs hulle en hy stap langs hulle en hy roep uit, stop, 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 die dood wacht vir julle. En die mieren verstaan nie hierdie krankzinnige man wat snaakse klanke maak nie en hulle marcheer en hulle is op pad na ewige dood. En hierdie man kom tot die besef, daar is een manier hoe ek hierdie mieren
akkuraat, succesvol met hulle kan communiceren. En is als ik een meerse word om meer taal te praten. Hier is die story van die eeuwen. Deur profete, van Moses af, deur profete praat God met die mensdom. En hy stuur waarschuwings en hy pleit by die mens en hy gee sy waardestelsels deur aan die mens. Maar het is asof ons het klomp mure is. Ons verstaan nie die klanke wat uit die hemel voorkom nie. En dan kom God tot een finale besluit. Ek gaan een mens word, zodat ek hulle taal kan praat en hulle my akkuraat kan hoor en verstaan. Jy sien, die doel van die incarnatie is, Jesus kom demonstreer sy vereenselwiging met my mensheid, zodat ek kan vereenselwig met sy godheid en sy heiligheid. Luister mooi. Hy kom vereenselwig met my absolute zwakheid, my mislukkings, my mensheid, zodat ek vereenselwig kan word met sy sondeloosheid, met sy volmaakte liefde, met sy heiligheid. Paulus kom beskryf dit so in Titus 3 vers 4. Hy sê, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosse, en sy liefde tot die mens verskyn het, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosse, en sy liefde tot die mens verskyn het. Nou hierdie liefde tot die mens is een prachtige Griekse woord, philanthropia. Ons het gepraat in ons lesings oor drie Griekse woorden wat in die Bijbel gebruikt word vir liefde. Die eerste een is eros, die tweede een is phileo, en die derde een is agape. En hier kom en hy gebruik die middelste woord in een combinatie phileo, mens, thropia of thropos, phileo, liefde, thropos, mens. So wat sê hierdie sin? Hierdie sin sê, toe die goedertierenheid van God verskyn en sy aangetrokkenheid tot die mens, the fondness of God toward mankind, sy aangetrokkenheid, daar is een aangetrokken, ten spuite van miljoenen teleurstellings. Een David, wat met een ander vrou lol. Een Simpson, wat niet sy zip kan toehou nie. Kornei, wat met gedagtes worstel. Kornei, wat partij keer kritisch is. Kornei, wat partij... Ten spuite van al die goed, is hy totaal aangetrokken tot jou en my. Dankie Heere. Jy sien, daar is een begrip in die hemel. The secret has come out. Daar is een begrip in die hemel. Wanneer Jezus geboren wordt, is daar een skare rondom hem. En dit kan een jaar gebeuren na die tijd. Dit kan gebeuren met die geboorte. Dit kan twee jaar na die tijd. Dit maakt nie saak nie. Wat gebeurt is, daar is een samendromming van mensen en entiteiten. En dan verskyn engelen. En hulle sing een koor vanuit die hemel. En hulle verstaan wat in die hemel aangaan. Daar is een totale begrip in die hemel. Hoe God voel oor jou en my. Hoor nou mooi. Hulle sing vrede op aarde, Godse welbehae is in die mens. God is mal oor die mens. Dis hoekom hierdie gebeurtenis plaasvind. Dis hoekom God bereid is om een mier te word, zodat hij met die mieren kan communiceren. Dat God bereid is om een mens te word, om succesvol met die mens te communiceren. Die skryver aan die Hebreërs in hoofdstuk 1 vers 2 stel het so. En ek lees uit 'n nieuwe vertaling. Dit betekent die som totaal van sy communicatie met die mens het nou vervulling in die Seun. Die som totaal, eeuwe en eeuwse profete wat verskyn het en profetiese uitsprake gelever het en God sy hart probeer bekend maak het aan een sondige mens, eeuwe en eeuwe vind nou vervulling in die verskyning van die Seun. Hy is die amptelike erfgenaam van alle dinge, alles behoort aan hom. Hij is die spul waarom die hemel draai, die Seun. Hij is achter alles die auteur van die eeuwen. Hij is die skepper van geschiedenis. Kom, ik lees dit. Jezus is dit wat nog altijd op die tip van Godse tong is. Al Godse communicatie. En je kan gaan kijken naar al die profetische woorden. Alles wentel rondom die heerlijkheid van een Seun wat die mens verteenwoordig. Hebreërs 3, 1 vers 3 sê die volgende. Jezus is die heerlijke en foutloze uitdrukking van die volheid van God.
die heerlijke en foutloze uitdrukking van die heerlijkheid van God, van die volheid van God. Hij maakt die heerlijkheid, die doxa, die gewicht van God zichtbaar. Wanneer Jezus verskyn, sien ons hoe God is. Luister geliefde, wanneer Jezus langs die verskoning, die stoet van een dooie kind beweeg, gee hy die dooie kind terug aan sy ma, verwek hom terug in die lewe. Wanneer daar een krepele na hom kom, genees Jezus om. Wanneer daar een melaatse na hom kom, Markus 1, 42, dan sê Jezus, ek wil, word gereinig, en Jezus strek sy hand uit, en hy raak aan een weggooibare, besoedelde mens, omdat hy kom om die heerlijkheid van God sigbaar te kom vertoon. En die karakter en elke karaktertrek van God in menselijke vorm verteenwoordig. Jezus het compassie op stikkende, gebroken, feestelijke mensen. Een prostituut wordt gevangen, aan Jezus oorgelever. En hulle staan met vreselijke bravade en verwacht dat Jezus gaan sê, tel op julle klippe en stene gaar. En Jezus sê die een wat onskuldig is, Jezus kom met een ander begrip van ons mensheid. Hij maakt die heerlijkheid, die doxa van God zichtbaar en vertoon die karakter en elke karaktertrek van God in menselijke vorm. Deur die eeuwe ontmoet God met menselijke zwakheid. God is so bewust van wie ons is. Die hemel is bewust van wie ons is. En toch omhels God menselijkheid. Luister mooi, hy kom en word nie een voorbeeld wat ons moet nastreven om een dag te word nie. Hy kom als een voorbeeld van ware menselijkheid. Hy sit in een vertoonvenster die volmaakte uitdrukking in sy Seun Jezus Christus van wie ek is en wie ek kan wees wanneer ek my leven oorgee aan hom. Dat is een story in Matteus 9 vers 9. Nou die laagste klas mens op aarde in die tijd wat Jezus op aarde was die belastinggaarde. Hulle het een reputatie gehad. Die mense het hulle vermy, die mense het hulle name genoem, die mense het, want hulle het baie menigvuldige kere het hulle geld gesteel by die mense. Hulle het onwerklike eise aan die mense gestel. En Jezus stap na een van hierdie laaklas mense. En sy naam is Matteus. Klink bekend, nee. Want toe Jezus met een laaklas mens betrokke raak, kom manifesteer hy die doxa, die heerlijkheid van God. En hy sê vir Matteus, leg gagaraai, volg my. Volg my en ek maak jou wat jy kan wees. Matteus los alles net daar. Stap saam met Jezus. Kan jy jezelf voorstel, hier's 11 ander mannen wat Jezus volg en skielik bring Jezus, die laagste van die laagste, om deel van hierdie groep te word. Waar klassificeer jy jezelf volgend? Hoe sien jy jezelf? Is jy hoog, is jy middel, is jy laag, is jy baie laag? Jezus word nie geïntimideer. Wanneer die Seun van God arriveer, word hy nie geïntimideer door ons zwakheid, door ons mislukking. Want hy bring iets saam met hom. Een pakket, die heerlijkheid van God. Kersfeest story. Wat is hierdie story? God word sy skepsel. Ek het 'n prentjie hier van een kunstenaar wat bezig is om een mense gezicht te vorm met sy hande. En ek sien Kersfeest is die story waar God sy skepsel word. Omdat hy jou lief het. Omdat hy jou ag. Omdat hy een droom vir jou het. Laat hy die Kersfeest een verskil in jou leven maak. Kom ons bid saam. My Vader, ons het geleer om onszelf te minag, om onszelf als minderwaardig te beschouwen. Ek wil in hierdie Kersfeest boodskap vir u vra, Heilige Gees, kom open ons ore, kom open ons oë, open ons harte, dat ons verstaan dat u ons lief het,
Dat hij ons lief het net soos ons is, dat hij verskyn het juist om een van ons te worden, zodat so ons een accurate bepaling kan hee van hoe hij is en hoe hij oor mij voel, Heere. Neem alle twijfel, alle duisternis uit mijn hart uit weg, mijn Vader. Ik vraag aan Jezus naam. Kom sien ons, net hier waar ons is vanochtend, met de kersboodskap. Wat liefde manifesteert in Jezus' naam. Amen.